254 kilometer lopen in de Zuid-Marokkaanse woestijn met temperaturen die kunnen oplopen tot 50 graden. Dat heeft de Nijmegenaar Jan Fokke Oosterhof gedaan tijdens de Marathon des Sables. De bedoeling is dat je als deelnemer de marathon in 6 etappes loopt. Volgens de Nijmegenaar is dit leuk voor één keer. En nu gaat de marathonloper weer voor een nieuwe uitdaging. Ik heb net 236 kilometer hard gelopen in de woestijn. Het was een ontzettend mooie, maar echt hele zware ervaring. Dus je kunt je voorstellen, langs de etappe was 86 kilometer, waarvan 60 kilometer door mulzand rennen met bepakking. En het was 's morgens bij het ontbijt al 32 graden. Dus naarmate de dag vorderde, dik over de 40 tegen de 50 graden. Ja, en als je dan ook nog in een duinpan bent waar de wind wegvalt, dan wordt het wel echt een hele zware expeditie. Ik had heel goed getraind, dus het was niet zwaarder dan verwacht. Maar er waren momenten wel dat ik dacht, oei, waar ben ik aan begonnen? Ja, absoluut. Het is niet voor niks dat deze wedstrijd, de Marathon des Sables, daar hebben we het over, de toughest foot race on earth wordt genoemd. Het was echt een zware expeditie. Ik ben met de bus over de Atlas gegaan en dan zie je de woestijn een beetje liggen. En je moet je voorstellen dat je dus 6 dagen lang aan het hardlopen bent in een gebied waar gewoon helemaal niets is. Behalve zandduinen, jebels noemen ze dat, en droge rivierbeddingen, oases met palmbomen. Nee, ik geloof niet dat ik saaie stukken heb gezien. Het was echt een fantastische ervaring om dat mee te maken. En dan ook als je stukken in de nacht loopt, dan zie je dus die oneindige sterrenhemel zonder de lichtvervuiling zoals we die hier bijvoorbeeld in Nijmegen kennen. Ja, fantastische ervaring. Dit soort dingen, of je dat nou samen doet of alleen, ik ben die hele expeditie alleen aangevlogen. Dus ik heb alleen getraind en ik heb hem ook voornamelijk alleen gelopen. Natuurlijk zijn er wel stukjes dat je samen loopt. Maar ik had bijvoorbeeld tijdens de lange etappe van 86 kilometer een moment dat ik in de problemen kwam. En dan zie je hoe snel dat kan gaan als het tegen de 50 graden loopt. Dan heb je dus 800 meter voor de post geen water meer. Ik moest in hele korte tijd 3 keer heel acuut naar het toilet, kon niet plassen. Had geen water meer en ik dacht, oh, ik ben in de problemen. En inderdaad werd dat ook bevestigd door de arts. Die zei alleen maar, drinken. En ik moest mij op de volgende post melden bij de arts om ook te laten zien dat ik gedronken had en dat ik ook weer naar het toilet was geweest. Ja, en dan kun je wel samenlopen, maar dit soort dingen, ja, overrulen dat. Volgend jaar weer, nee, mijn ervaring is, ik doe dit soort zware dingen doe ik maar één keer. En nu gaan we weer wat anders doen. Ik weet nog niet wat, of het een hoge berg wordt of een andere spannende expeditie. Maar dat er een nieuw avontuur aan zit te komen, dat weet ik zeker.